dat je kijkt naar een nieuwe workout. Het is een tabataal workout en niet zomaar eentje. Specifiek voor de core en dan nog specifieker voor de zijflanken. Zoals we ook wel heel aardig noemen, de love handles. Zeg Sterre, hoe staat het met jouw love handles? Oh, die zijn er hoor. Ja, die zijn er. Ja, voor mij zijn er ook. We gaan hem gewoon proberen. Kom in een wijde stand staan en dan gaan we om en om bewegen. Ik heb voor jullie 4 keer een Tabata, dus 20 seconden werken, 10 seconden rust en we zijn al begonnen. Yes. Armen mooi in een hoekje van 90 graden, make a twist, zak ietsje dieper in de benen. Nog ietsje dieper, Sterre. Ja, alright, super. De volgende die we gaan doen is een squat, zij, terug en om. Ja? Alright, komt ie aan, komt ie. Ja, laag, twist. Terug en op. Zoals je ziet, we maken echt een wijde squat. Eigenlijk meer een sumo squat. Tenen zijn naar buiten, knieën zijn naar buiten toe. En als je laag komt, maak je dus de twist richting je knie. Laag. Twist. Als het goed is, voel je hem al. Yes. Alright, we gaan weer terug naar die twistbeweging. Maar nu ietsje intensiever. Met heupen en de armen zijwaarts. Doe je mee? Komt-ie. Twist. Dus wanneer je heupen naar voren komt, gaat je schouder en je elleboog naar achter. Kijk, die Sterre die kan wel twisten. Dat doet ze normaal iedere week bij het sportcafé. Als de Olympische warme vrouw van Olympos. Ja, super. Wordt het wel lekker warm? Ja? Alright, mooi. Dan bij de volgende sowieso. Kom weer in die sumo squat. Handen achter je oren. Ga laag, knie. Laag en knie. Ja, doe je mee? Komt-ie. Go. Laag. Twist. Voel je die taille al? Ja, hè? Alright, vergeet niet goed te zakken. Laag, zak. Laag, zak. We hebben maar 1 tabata staat en daarna gaan we naar de mat. Dus kijk even waar je je matje hebt liggen. Of je tapijt. Ja? Alright, super. We gaan naar een soort van trek, pop, move. Armen zijn hier. Gaan we in en uit. Komt ie aan. Go. In en uit. De knie gaat naar de zijkant toe. Hè? Dus niet naar voren. Naar de zijkant. En trek hem in. Yes. In en uit. En doet Sterre goed de best. Je ziet het, hè? Ja, ze doet best goed de best. Ja, lekker. Alright. Onthoud deze kant. Doe hem zo meteen aan de andere kant. We hebben nu een wat moeilijkere oefening. We gaan tappen. Knie. Tap. Switch. Knie, tap, komt-ie, tap, knie, tap, switch, knie, tap, switch. Heb jij hem? Heb jij hem, Sterre? Ze heeft hem. Goed zo, goed zakken door die benen. Hup. Hartslag mag omhoog, hè? We worden warm. Woe. Yes. Alright, we hebben die trekpop aan de andere kant. Zo noem ik hem dan maar. Dus deze. Even ademen. Even shaken. Komt-ie. Go. In en terug. In en terug. Maak lengte in je rug, hè? Alsof je met dat lijntje aan het plafond was zit. Als een echte trekpop. In en terug. In en laag. Schouders echt van oren. Hou vol. Alright. Een tweede poging om die tap niet te begrijpen. Dus we tappen. De knie. Tap. En switch. Knie. Kom, doe je mee? Go! 20 seconden. Ja. Dan hebben we het tabata 1 alweer gehad. Zak laag. Knie. Zak. En switch. Hup. Hup. Woe. Get touches. Hup. Oh, dat gaat lekker, hè? Super. Kom liggen op je matje. En kom op een zij. Dit was tabata nummer 1. We gaan naar tabata nummer 2. Dit wordt een killer. We brengen 1 hand naar voren toe. We gaan zo meteen op de elleboog omhoog. En de hand is achter het hoofd. En wat we gaan doen is de voet ietsje naar voren. En dan trekken we een knie in en uit. Misschien ken je hem al vanuit mijn lessen van de Fedatec. Sterre, ben je er klaar voor? Oh jee, here we go! En kies jouw tempo wat goed voor jou voelt. Misschien is het muziek ietsje aan de snelle kant. Alright. We voelen die crunch, hè? En de love and holes. Come on, hou
versierd dat ik het duw op mijn elleboog. Ik kom op. Alright, we blijven aan deze kant. We doen alles eerst aan deze kant en dan pas wisselen we om. De volgende oefening is met een been omhoog. Ja? Ja. Go. Lift. Je mag jezelf ietsje meer opduwen op de elleboog. Ja, voel je wat meer nu? Ja, sorry. Was trouwens ook een hele mooie optie. Maar deze is net even iets meer spicy. Yes. Op en laag. Op en laag. Super. We gaan naar nummer 3. En dat is met twee knieën. Terug hem in en uit. Iets meer op de heup gaan liggen op het bloedvet. Komt ie. In en uit. In en uit. Kom op. Geef je mij een verbeterblik. Ja? Oké. Goed zo. Kijk me maar boos aan. Kom op. In en uit. In en uit. Come on. Come on. La 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 la. Alright, we hebben er nog eentje in deze serie. Kijk even hoe het gaat, Sterren. Je kan altijd met de twee knieën. We gaan met twee benen omhoog en terug. Here we go. Up and down. Als het nou niet lukt, als het te zwaar is voor het moment, kun je natuurlijk terug gaan naar die twee knieën. Op één knie. Blijf ademen, kom aan. Je kan het, Sterren. Je kan het thuis, kom op. Als ik het kan, kunnen jullie het ook. Alright, we gaan naar de andere kant. Even checken, Harry, liggen we genoeg, ver genoeg van elkaar? Ja? Alright, komt ie. In en uit. We moeten natuurlijk wel die 1,5 meter afstand houden. Ik ben wel heel blij met Sterren. Sterren is nou eigenlijk mijn vaste sidekick aan het worden. Ja, ik vind het zeer gezellig. En het leuke is van Sterren, ze maakt ook lekkere baksels. Ze haalt de koffie en de thee. Helemaal tof. Alright. We gaan naar één knie, van de knie naar de één been op, ja? Gebruik die elleboog, hè? Vergeet die niet. Komt die aan. Duw op en terug. Probeer uit te blazen als je opkomt. Het is een hulpje. Probeer in ieder geval niet je adem vast te houden. Blaas uit, adem. Come on. 3, 2, 1. Alright, even chillen. Stop. We gaan naar twee knieën in. Probeer iets meer te gaan liggen op de bil, hè? Dus iets meer naar achter te liggen. Ready? Here we go. Zijn je nou nee? Jawel. Jawel, oké, goed zo. Ik wou het zeggen. Dat is geen optie, hè? Nee is geen optie. Ja is de optie je kiest. Kom aan. Adem in. Blaas uit. Kom aan. Ah, do you like it? We hebben er nog één voor deze Tabata. Dan gaan we lekker op onze rug liggen, die is ietsje chiller. En neem die twee benen omhoog, hè? Alright, here we go. Lift. Goed op de billen. Dus niet te veel op je heup liggen. En neem ze mee omhoog. Kom maar, hou vol, hè? Je hebt die ene kant gedaan, nu moet je die andere kant ook doen. Hou die benen bij elkaar. Kom maar op, Sterren. Je bent er bijna. Blijf ademen. Ja. Oh, heerlijk. We komen naar onze rug. Super goed gedaan, super goed gedaan. Kom lekker op je rug liggen. Plaats je voeten in lijn met je heupen. En wat we gaan doen, is we gaan de schoenen tippen aan één kant. Ja? Schouders blijven van de mat. Je kan richting het plafond kijken. En stel je nou voor dat je er niet bij kan, zet je voeten gewoon wat dichterbij. Ja? Lekker nummertje. Ready, steady. Woehoe, here we go. Tap, tap. Blijf aan de ene kant. Kijk richting het plafond. Hand achter het hoofd. Kleine tikjes. Tap, tap, tap. Lekker die isolatie. Ja. Oeh, la la. Tap, 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 tap. Helemaal super. En kijk, wat gingen we ook weer hierna doen? Oh ja, ik weet het al. Russian twist. Kom omhoog. Armen samen. En dan gaan we een soort van zaagbeweging maken. Probeer je bovenlichaam mooi rechtop te houden. Heb je het even zwaar? Zet je je voeten aan de grond. Dan draai je ietsje naar achter met een rechte rug. Dat is altijd een prima optie, oké? Wil je wat meer? Strek je benen. Dan blijf je lachen. Ja? Alright. Lachen is verplicht, hè? Ja. Alright. Kom weer lekker liggen. Voeten langs je heupen. We gaan die andere kant tappen. Ja? Komt ie. Tap. Tap. Komt die taai isoleren. Kleine tikjes. Kom aan. Hup. Hup. Adem rustig in en uit.
Haal beide schouders van de mat af, hè. Niet hier, maar daar. Kom op, spanning. Zet hem op spanning. Tap, tap, tap. Alright, super. Dan gaan we terug naar die Russian twist. Kies daar in de optie. Armen bij elkaar. En dan gaan we gewoon op naar beneden. Yes. Leuke oefening, hè? Heb ik nog nooit eerder gedaan, ook in mijn lessen. Maar als we weer gaan lessen, gaan we even, dan komt hij terug. Ja, dan weet je dat al was. Dus dan kun je bij de Fedetech dit 100% verwachten. Hij is lekker, hè? Ja, heerlijk. Heerlijk. Ja. Alright, kom even lekker helemaal liggen. Spreid de armen. Neem je benen mee in een hoekje van 90 graden. We gaan de benen van de ene kant naar de andere kant bewegen. Komt u maar, 20 seconden van de ene kant naar de andere kant. Hele fijne oefening. Voor de schuine buik. Voor je massage, voor je onderrug. Ook wel fijn. Blijf bij de schouders in de mat houden, hè. Alright, en spreid jezelf dan lekker even helemaal uit. Dit is mijn favoriete pose. En wat we gaan doen, is we gaan reiken naar je tegenovergestelde been. Komt u maar, yes. Wel met de schouders wat meer op de mat blijven. Voor de beginners, voor ons. En wil je wat meer, dan kom je helemaal omhoog. Rijk omhoog. Blaas uit. Adem in. Woehoe. Kamer. We nemen toch weer de benen in een hoekje van 90 graden. Ook al is het verleidelijk om zo te blijven liggen. I know. En dan gaan we van links naar rechts weer bewegen. Wil je wat meer uitdaging? Wat je kan doen is iedere keer je bovenbeen strekken en in de midden wisselen. Dit is een optie. Hoeft niet, mag wel. Maar let erbij op, hè. Schouders in de mat houden. Alles weer aan het smokkelen, hè. Alright, dan gaan we weer terug naar die starfish. Dus kom lekker helemaal liggen, benen wijd, armen lekker wijd. Ready, steady, go! Komt maar! Woo. Is hij leuk, is hij leuk? Ja, ze vindt hem leuk. Ze lacht in ieder geval wel heel enthousiast. Ze weet nog niet wat hij naar komt. Jij ook niet, ik wel. Dus blijf vooral lachen. Ja? Alright, we hebben nog één tot het eind verschiet. Oh, chill. En dat is de plankserie, jongens. Kom maar weer omhoog. Ja. Kom maar in een hoge plank. Dit wordt een killer, maar ik vraag van je nog maar 4 minuten. Ja? Dus dat komt goed. We beginnen zo meteen op een hoge plank. Heb je last van je polsen, kun je vuisten maken. Oké? Geniet van de nummer. Oeh, lekker op tempo. Mooie rechte plank, niet te willen, te wilde lucht in, hè? Mooi recht. Alright, vanuit hier brengen we de knie naar de elleboog. Komt ie. Elleboog. Hoeft niet snel. Allemaal om en om. Volle beheersing. Hoofd in lijn met je rug. Goed uit. Dank je. Hoor jullie wat zei? Ja, ja. Alright. We gaan naar een lage plank. Nog niet, hè? Maar dan gaan we de heupen van rechts naar links bewegen. Komt ie. Go. 20 seconden. Vind je niet fijn op de tenen? Dan is het nu al perfect op je knieën doen, hè? Dat is een hele mooie optie. Laat ook niet te veel hangen. Adem rustig door. Kom maar. En zing lekker mee, als dat lukt. Oh, nee. Alright, dan gaan we naar die hoge plank, hè, met die ellebogen. Woe, kom op jongens, 3 minuten nog maar. 3 minuten, kom op. You got this. Here we go. Mag de muziek misschien een kindje hebben? Dat hebben we nodig. Ik voel het. Kom op. Vind je de muziek dan leuk? Ik deel hem op SoundCloud voor jou. Op mijn abonnement, Roosjeboog. En ik zal hem ook even linken onder de video, oké? Alright. We gaan weer naar die lage plank met die heupdip. Ik kijk even naar Sterren. Kom op, meisje. We doen hem samen, hè? Samen met jou thuis. Kom op. Om en om. Woehoe. Super. Breng je armen op deze manier voor je. Wat we gaan doen is we twisten, we dippen, we draaien om en we dippen.
Dippen. Go. Dip en terug. Je kan deze ook heel mooi doen. Op de knieën. Dip en terug. Switch. Dip en terug. Dit is een hele mooie optie. 2, 1. Alright. Draai jezelf even om. Reverse plank. De laatste kant, oké? Okay? En niet de laatste, maar wel van de series. Je kan hem hier pakken voor de beginnen optie. Wil je wat meer? Strek je benen helemaal uit. Hoofd, ja, wat doe je ermee? Misschien een beetje naar achter of kijk gewoon recht naar voren toe. Lekker voor jouw voet. En die heupen omhoog. Knip die wil ik, kom aan. Ziet er goed uit, Sterren. Volgens mij heb ik minder dan 10 keer ziet er goed uitgezet deze workout, hè? Ja. Alright, chill. We gaan weer. Naar die uitdaging met die armen hier, hè? Kom maar vast in positie. Ready, spinning. Here we go. Yes. Dus we gaan op. Dip, op en switch. Dip, op en switch. Yes. Woo. En nu. Blijven lachen. Ja. Come on. Woohoo. 2, 1. All right. De allerlaatste. Ben je met ons? Nog steeds of zit je weer op de bank? Nee, hè? Je bent nog bij ons. De reverse plank, de laatste. Come on. Hou vol. Knijp je weer aan. En je heupen gaan omhoog. Woe. En Sterren, kun je nog lachen? Nee. Kun je nog lachen thuis? Je wel, hè? Je love handles, die lachen je toe. Woe. En kom lekker zitten. Oh, Sterren, high five in de lucht voor jou. High five voor jullie. Super goed gedaan. Ik hoop dat je het een lekkere voortabataan vindt. Ik denk dat je een beetje spierpijn gaat krijgen in de taille. Maar het is voor het goede doel, hè? Love you. Tot de volgende keer. Dankjewel, Sterren. Dankjewel, jullie. Mwah.